Zo. Dat is hier wat. Dank je wel. Oké. Daar kon niet staan. Ah, leuk zo. En we zitten daar. Je hebt dat geleerd in Australië. Ja. Ja. Zijn je te zien? Ja. Ja. Oh, maar. Ja, mijn jongste zoon. Hoe is dat met je broer? Nee. Ja, dat is het oude hoor. Ik heb een droom. Ja, dat is het. Echt een man. Is dat net hier? Ik heb jou even een kop dan. Ik was een thuisje. Dochter is opgemaakt. Ja, ik ga wel. Nee, het staat je wel. Je ogen springen wel eruit. Ja. Was de reis? Ja, was wel. Er waren niet heel veel mensen in, dus ik kon gewoon met de hoed wilden. Hoe was het afscheid? Naast hem wel. Je bent niet verouderd op een jaar tijd. Ik dacht, dan is hij dikker geworden of zo. Nee. Of veel donkerder door de zon. Ah, nee, maar nee, ben niet donker geworden. Had ik wel verwacht. Ja. Dus ook omdat je van je moeders kant op wat meer op het moment hebt als... Nee, ik was van binnen gebleven eigenlijk. Door geen COVID, hè. Je hebt je wel ingesmeerd vandaag. Wat huidkanker heel veel. Ja, weet ik maar. Ja. Als ik wegging had ik me wel ingesmeerd, maar niet... Ja, dat is wel een groot probleem dan. Dat is meestal die kanker. Maar, ja, ja. Maar als je niet eens echt bruin bent geworden, dan is ik zal nooit vergeten dat jullie opa ooit zei dat hij ook niet goed tegen de hitte kon. Ja, dat weet oma ook, hè. Dat de opa Tio zei dat hij ook niet goed tegen de hitte kon. Ja, als het te heet was, nee. Mensen denken die mensen die zwart zijn of donkerbruin, die kunnen goed er tegen, maar bij iedereen is anders. Ja, dat is waar. Als het warm is. Hij kon beter tegen de kou, tegen de hitte. Ja, dat is een beetje raar. Ik was ooit met een toenmalige vriend uit Maastricht, iedereen geleden. En toen liep opa Tio, die liep het zebrapad op. En toen zei die vriend, zelfs een Surinaamse moeder, zei van wat loopt die man swingend, ondanks zijn leeftijd. Ja, hij gaat vis halen, want dat deed hij één keer in de week, hè. Zaterdag. En opa Tio hield van kwaliteit, hè, qua vlees, hè. Ja, dat klopt. Ja, zijn vader was ook slager, hè. Ja. Oh ja, ik wist het vandaag, hè. Maar dat is dat horloge wat je van haar had, hè. Ja. Maar heeft er ook, Is ze gevraagd of je veilig hier bent? Ja, ja. Dat mij ook een beetje gezien. Zou het geen break. Ik wil de foto's van haar laten zien. Ja, die wil dat nog niet. Happy birthday, Angelo. Love Sabine. Nou, laat het onderweg. Ja, je hebt al meer waardgroei, hè? Maar ik heb niet gehoord. Dat mag niet zien, maar... Hoe is het voor jou hem terug te zien? Fijn. Ja, ze duurt me bijna voor het fijn. Koosje scheelt ook niet veel, hè? Qua lengte, hè? Nee. Die pak aan. Ja. Ah, dat heb ik ook. Maar er zit een beetje te zien. Het is wel fijn. De mensen zijn die dan zijn. Is iedereen zo klein waar je bent? Oh ja. Nou, dan jongen met die bijna zijn. Heb jij nog felicitaties gehad van vroegere vrienden of zo? Nee, maar dat is gewoon. Ja, van mij ook. Maar je geeft er ook niks om, hè? Nee, dus als je wel felicitaties hebt, wel prettig. Dat is goed, maar. Ik heb ook gewoon niemand in gefeliciteerd. Ik had wel apart, als toen ik binnenkwam, deed je me even aan Peter denken. Peterij. Peterij, ja, dat is positief bedoeld. Ja, kan maar aan. Wat ik met Peter had, als ik bijvoorbeeld zei dat figuur uit de geschiedenis of die muziek, dan wist het bijna altijd. Heb ik nog nooit met iemand anders meegemaakt. Wat heel veel kennis. Maar Simone zie ik niet meer, zo'n nichtje, omdat de kringloop dicht is. Simone is een leuke meid. Ze is wat klein als jou, ze is een beetje mollig. Ze heeft een hele grote tattoo van een hond. Zo'n bij je ouders. Maar ze had dus ook hele nare ervaringen met mannen. Dan zei ze, ik geef me op dieren. En loop ik een keer wel tegen een leuke man aan, dan zal ik er wel voor openstaan. Maar ik ben zeker niet zoekende. Maar er was altijd een meisje wat naar me zwaaide en groette. En dan groeide ik terug en dan kwam ze een keer naar me toe. Toen zei ze van, ja, ik ben Simone. Want ik vond het raar, wat moet de jonge meid op een hoogbejaarde man reageren. Maar dat was zij dus.
Robert zal je ook weer graag zien, trouwens. Ja, ik ga morgen bij hem langs, denk ik. Niet vanavond meer. Tot te laat. Master? Ah. Nee? Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat zijn dezelfde als ze hier verkopen. Ja, die proeven er overal voor. Ja, China maakte dat virus zodat ze maskers konden maken. Die kun je heel goedkoop maken, kun je heel veel op verdienen. Ja, China had ook heel veel maskers van Australië gekocht en dan terugverkocht aan ze voor meer geld. Wow. Dat is wel een hele slimme handel dan, hè? Of heel stom. Oh, dat is voor te groeien. Dat is handig. Oh, dat is wel gegroeid. Daar had ik meer aan, hè, jong. Goed, goed eten dan. Nee, het is laat. Het groeien is voorbij. Dank je, jong. Ja, maar je hebt de handen bij dan van die meneer te buiten. Heb je moeder je geknuffeld? Dus hier zag. Nee, zo niet. Nee. Ik wel. Heb je gewoon een naam gewoon, dat heet je nu niet. Ik ben een kat voor een leen. Ik ben een kat voor een leen. Weet je wat wel opvalt? Je bent magerder geworden. Ik ook. Hij is dunner, hè? Nee, ik ben niet echt. Je hebt geen slechte lichaamsbouw, hè, maar je bent wel dunner. Ja, ik ben niet afgeworden. En hoe komt dat? Nou, meer bewogen of door de warmte daar? Nee, gewoon niet. Gewoon niet. Allemaal eten. En ja, verschillen weer, daar was het heel heet, hè? Ja, dat is wel. Ik heb echt niet dank je. Wat is er? Hij heeft mooie wenkbrauwen. Ik ben echt heel erg. Ja, jullie hebben dezelfde wenkbrauwen. Oh. Het loopt een beetje omhoog. Ja, dat heb jij ook. Zo'n aardstof. Ik denk dat je ze erbij geknipt hebt. Ja, dat was ook al. Maar zij heeft dat gedaan. Ja, binnen de rug, ja. Oh ja, ja, het is smaller, ja. Je moet ook met een mesje gaan. Ja, zo'n metige mesje, echt. Ja, die is tot aan mij gestuurd, ik gebruik die ook. Maar... Dus jij hebt je wenkbrauw ook dikker? Nee. Maar dat doen heel veel jonge vrouwen, hè. Want dikke wenkbrauw is te mannelijk, hè. Ja. Oh ja. Gaat je moeder nu naar Australië of zo? Ja. Dat is zo snel. Kunnen wij ergens zitten? Want als ik te lang sta, word ik nog kleiner. Dat wil je ook niet weer staan. Zou je nog meer van die worst willen? Misschien dat ik morgen weer in die winkel ben. Dat is net anderhalf uur. Ja, nee, dat is net een uur. Te veel worst heeft, is niet goed, hè? Maar je zal het wel missen. Is dat nu wel het geval, jong? Ja. Het is wel de vrouw van je leven. Ja, het is wel. Ja, je weet Peter, die... Peter is nu 2,5 jaar dood. Toen ik hem leerde kennen, zei hij ooit, hij was heel erg verliefd op een vrouw. En dat was heel slecht voor hem. En ik ging er kapot aan. Ik was zo verliefd op haar. Ik deed alles voor haar, maar ik werd niet gewaardeerd. En op zeker moment stond hij op, zei hij van... Ik laat niet meer over me heen lopen. Dat was een belangrijke stap in zijn leven. En toen leerde hij een paar maanden later Irene kennen. Ja, je weet hoe het met Irene is gegaan. Hij heeft een tumor dood. Maar ik zei tegen hem, je hebt wel de echte liefde ervaren, wat veel mensen nooit zullen meemaken. Oh, ik ben aangenomen geweest. Jij bent aangenomen. Ja, voor de universiteit. Zo. Je bent ook wel mooi. Want er was er maar eentje waar ik echt doorheen was gekomen. En ik denk van ja, dat is wel weinig gedaan, maar 3 dingen. Maar het was dus toch goed. Maar echt de universiteit is mooi. Ja, internationaal. Ik heb ook zo'n teken, doofen en alles. Want jij wil als kind altijd al beter zijn dan anderen. Ja. En dit bewijs je, ja, want hoeveel uit die klas zullen universitaire studie doen? Waarschijnlijk geen. Ja. Dat een half jaar geleden reed door Duitsland met die Willem Annie. Er lag een oude stereo weggegooid. Ik had het Sander al verteld. Die heb ik dus verkocht voor €300. Oh. Pioneer. Heb je nog wel een paar letters erin? Ja,
bij met Kerstin van Roverland, denk ik. Ja, kunnen we samen komen. Is ook leuk voor hem. Dat is wel vaak eens aan. Tweede Kerstin. Ik heb vandaag een racefiets gekocht, een Kobaniata, ik heb 25 betaald, dat is een camper. En 100 euro meer, dan heb je een verjaardag cadeau. Maar is het wel goed gegeten? Nee. Je hebt wel je handen heel fysiek gegeven vandaag. Ja, ik heb wel een beetje gehad. Maar dat is niet echt wat. Kan je een foto van je vriendje laten zien? Ik hoef niet de naam te zien. Ik ga hem niet opzoeken. Dan moet het meestal voor je lastig vallen. Maar ik ben benieuwd hoe hij uitziet. Ja, je mag hem ook beschrijven. Hij is dik, hè, klein. Hij is voeten. Slank. Heel erg knap. Wat die lijkt hij? Misschien niet of... Tweede kerstdag wel. Dan hebben ze zoeken vier fietsen geladen. Ja. Ja, dat valt nog mee, want je hebt ook al zo'n 5 fietsen staan. Het is een dit. Niet zo om. Ik heb ook iemand ooit van vier fietsen in zo'n kleine auto. Ja, ik hou de trappen slot van de wielen uit. Die racefietsen die bouwen, ja, die zijn heel makkelijk. Hè. Ja, de wielen zullen rijden. Dat is lekker leuk. Wegen niks, ja. Heel. Ja, ik moet zeggen, die fiets, hij fiets goed, maar ik denk, kan het zijn dat als die banden oud zijn, dat ze... Ja, want het, hij is goed vol, ja, maar ja, toch voelt het soms aan alsof hij leger is dan dat wordt te zijn. Maar als het koud is, krimpt de lucht, hè? Ja. Dan wordt het zachter, hè? Ja, dan pomp ik hem bij en dan heb ik het zachter gevoel. Door de ouderdom worden ze poreus, hè? Vriezen ze langzaam lucht. Ik krijg nu op een fiets die gewoon rot rijdt. Andere wielen, maar het blijft gewoon rot rijden. En soms heb je fietsje gewoon direct fijn fietsen. Ja, ik ben toch wel weer volgens mij. Ja, ben je al niet aan de beurt dan 35 hallo. Fietsen? Ik kom ook de wc maken, man. Ja, doe maar. Ja, hij kwam net aan het halve te geven. Ja, ik had nog andere. Heb je trouwplannen? Zou je ook niet? Je kan het wel vertrouwen. Qua Facebook, open. Je stond ook samen op qua Facebook? Of in verband met je vader niet? Nee, dat niet, maar... Ja, dan heb je oma ook niet als een jaar niet gezien, hè? Fijn hoor. Hij komt een keer afwacht van mij. Dat is inderdaad. Is hij wel een buitenlander? Is hij dan te vertrouwen? Ja, ja, ik weet het niet. Hé, hey, hij is nu een buitenlander. Oh, jij hier nog? Nee. Je hebt een groot gelijk. Ja. Ben je een asielzoeker eigenlijk? Op die gangen waar zijn naar Japan gebruiken. Oh, dat wordt ook een buitenlander. Ja, dat is daar op de dag. Dat is een goed idee. Dus dan word je in Japan. Moet je wel de ogen aanpassen, hè? Ik was aan het chatten sinds 2 dagen met een Antilliaanse vrouw uit Utrecht. Vanmorgen zeg ik goedemorgen. Toen kreeg ik ons bericht terug Mongool. Toen heb ik tegen haar gezegd van, je kan beter afvallen, want de diabetes stoort op je. Oh, dat is een soort mogel. Ja, ze schreef eigenlijk mankool. Ze kan niet goed Nederlands. Ja, raar. Is nog heel positief. Nee, dat is wel heel raar. Een Antilliaanse vrouw die niet goed Nederlands kan. Nee, ze schreef...